Hallo Big Legion en welkom bij weer een nieuwe Overwatch. Hij is nog aan het downloaden, maar hij is bijna klaar. En dan gaan wij eens even kijken of wij vandaag een hacker tegenkomen of niet. Een hacker is eigenlijk best wel raar. Dat kan af en toe. Ik ben behoorlijk verkouden trouwens. Ik heb fucking veel last van mijn keel ook. Dus dat is niet zo heel fijn. We zijn op Dust 1. Dat is echt de oude map. Ik vind het persoonlijk echt een kut map. Ik vind echt een kut map. Maar oké. Hij heeft Maple, Delay, wat een Rattle. Ja, Rattle en nog een paar lui. Als geweldige teammates. Hij pakt een M4 op met heel veel lelijke skulls erop. Bling bling rommel. Ik vind het echt fucking lelijk, maar oké. Ah, dat was gewoon pre-fire in principe. Niks apart tot nu toe. Echt helemaal niks apart, dus ik ben benieuwd. Hij staat heel even stil. Hij knijft de muur. Waarom weet ik niet. Smokes, dit zijn echt pro-lui. Overal smokes en dingen. Fucking geweldig. Hij is als laatste levende. Oké, hij hackt sowieso niet, want hij spreekt om hoeken heen en eigenlijk. Maar die, ja, hij weet wel dat mensen zijn, maar die staan daar niet. Dus ze staan verder naar rechts toe, zeg maar, zoals ze net. Dus maar dat wallhack zal het niet zijn, denk ik. Ze lopen hier allemaal een beetje over van kut, waar moeten we heen, waar moeten we heen. Gebruik smokes. Kijk, want daarmee blokken ze al het zicht. Dat is het idee. Dat is het slimme aan smokes. Op sommige maps kun je met smokes een beetje helemaal bij de bomspot al komen. Waardoor je snel de bom kunt planten en dan heb je tenminste iets vastheid. Het is altijd fijn om als terrorist de bom te planten. Dan heb je een plek waar je sowieso de enemies naartoe gaan. Want ze willen die bom defusen, anders hebben ze de ronde verloren. Dus je kunt dan, ja, makkelijker defenden, zeg maar. En proberen die plek te houden. Dat is veel makkelijker dan dat je moet vechten voor een plek die wordt gehouden door de counters natuurlijk. Dus als je veel smokes gebruikt, dan kun je zorgen dat je snel de bom plant, zeg maar. En gewoon rushend. Houdt meestal ook in, vooral als counterterrorist, spreid je je team over het algemeen. Een paar mensen naar A, een paar mensen naar B. Misschien eentje, zeg maar, een beetje in het midden. Voor waar het nodig is. En dat doet dus ook in als jij rusht en je killt eventueel die twee ook nog tijdens het smoken en al dat spul. Dan weet je zeker dat er niemand op jouw plek is. Dus dat is veel makkelijker natuurlijk. Met z'n 5 tegen 2 is makkelijker dan allemaal 1-on-1, zeg maar. Dus vandaar dat ze dat best goed doen, moet ik zeggen, met smokes. Dat was een heel net schot. Gewoon spray. Hij sprayde net ook gewoon door iets heen waar niemand was. Dus zoals ik zei, wallhack is het hem sowieso niet. Dit is gewoon ja, spray en pray eigenlijk. Hij heeft alleen veel geluk. Hij heeft ook geen aimbot. Want anders zou hij wel een heads snappen, zeg maar. Een hoofden en killen. Enige wat kan is misschien nog griefing. Dat hij iemand per ongeluk killt of wat dan ook. Maar tot nu toe in ieder geval niet expres. Dus het zal wel gewoon weer een fake report zijn qua dat. Met wallhack en aim en al die rommel. Omdat iemand een paar keer is gekilled door een headshot. Of dat hij, de suspect in dit geval, killt met een headshot. Dat is vaak een reden, ondanks dat je hem ergens dus nu ziet sprayen. Dat mensen alsnog zeggen dat hij hackt en eigenlijk. En dat hij aimbot heeft en al die rommel. Dat, zo werkt het niet. Je ziet hem wel sprayen als een motherfucker. Dus houd het gewoon in dat hij je ziet en op je spreekt. En niet dat hij één bot door de muur heen en headshots only schiet. Dan is het gewoon lucky headshots. Maar heel veel mensen snappen dat niet tijdens het spelen. Dit was gewoon een goede flank. Dat is perfect. Hij speelt best goed, moet ik zeggen. Ik weet niet wat zijn score is. Maar hij speelt hij staat 11 om 8, dus hij speelt wel goed. En vervolgens ging ik dood. Iets te veel flashen. Dat is ook meestal het probleem trouwens met nades. Kijk, smoken wil, zoals ik zei, maar als je echt in combat zit, flashbang zou soms kunnen. Maar meestal is het altijd zo dat,
dat als je een neet gooit en die dude komt er net aan, dan kun jij niet schieten, want je hebt een neet in je klauwen. Dus neet zijn meestal kut om mee te gaan spelen als je al verderop bent, zeg maar. Dat was gewoon Lucky Spray. Gewoon om het hoekje komen en sprayen. Niks apart. Hij heeft trouwens een nieuwe MAC-10. Nuclear Garden. Houdt in dat dit een vrij nieuw potje eigenlijk ook is, deze report. Want Nuclear Garden is volgens mij van de nieuwe Cash Collection. En de Cash Collection kwam met de ASL 1. Dat was van 14 augustus dat we begonnen. Kon je souvenir packages krijgen die volgens mij pas op de 16e begonnen uit mijn hoofd. Want dat was de eerste keer dat die map gespeeld werd daadwerkelijk door de... Door de teams zeg maar die meededen in de kampioenschappen. En ik ga er niet vanuit dat hij 100 nog wat euro, als waarschijnlijk wel 300 in die tijd of 200. In het begin zo gauw zo'n wapen uitkomt, zo'n nieuwe camo of zo, dan worden die echt gewoon verkocht voor 200-300 euro. Echt geld op de Steam Market. Dat is echt belachelijk. En dat zijn dan souvenirs met een normaal ding erop. En dit is ook geen souvenir. Denk ik tenminste, want hij heeft er geen stickers op. Dus... een souvenir heeft stickers erop die alleen maar op dat wapen kunnen zitten, ook qua 1 sticker. Er zitten 3 stickers op. Het potje waar, waarin de drop is gehaald zeg maar, van het wapen, de teams die tegen elkaar speelden, daarvan is een sticker, dus in dit geval zeg maar, ik noem wat ninjas en pyjama's versus dichtnietas, ik noem maar iets. Dus die twee teams, hun sticker zit erop, een foil allebei, of een glimmende zeg maar. En er zit een gouden ASL 1 sticker op in ieder geval. En die kun je niet gewoon kopen. Je kunt alleen ASL Blue kopen en een ASL Red, maar geen Gold. Dus die souvenirs hebben samen een unieke sticker. En die heeft hij nu, dus ik ga ervan uit dat het na die tijd is. En dat is nog maar net 3 dagen of zo voor mij op dit moment. Voor jullie is het 2 weken en 3 dagen of zo, denk ik. Maar dat is een vrij nieuw wapen, dus daarom kan ik zien dat het een vrij nieuw potje ook is. Wat wel goed is om te weten, dat het vrij recente potjes zijn. Nou, en ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Nog wat extra informatie over smokes en ESL en maps en dingen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en interessant nog steeds dit. Ik, ja, behandel meer. Als er een hacker is, dan gaan we lachen en dingen doen, zeg maar. En als het er niet is, dan ga ik een beetje een onderwerp bespreken. Wel omtrent Counter-Strike op zich. Maar ja, ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vinden dat ik het zo'n beetje aanpak. Zodat ook de saaie Overwatch dingen in principe qua gameplay misschien, ook al was dit wel leuk gameplay, maar dat die wat interessant worden. Ik hoop dat jullie dat dus leuk vinden. Laat het even weten in de comments. En dan zie ik u weer in de volgende video. Laters.